Burgemeester Gerritsen, de avondklok is zaterdag ingevoerd in Nederland. En zondagavond volgde voor Almelo een noodverordening van u. En wat was nou precies de aanleiding voor de noodverordening? Nou, er is geen noodverordening afgekondigd. Dat is een heel zwaar instrument. Ja. En in de loop van zondagmiddag ben ik door de politie geïnformeerd van het feit dat er een demonstratie zou gaan plaatsvinden in Almelo. Die avond om 9:15. Een demonstratie in Nederland houden, dat mag. Maar dan moet je hem van tevoren aankondigen, aanmelden bij de gemeente. Ja, wat is daarvoor de reden eigenlijk? De reden daarvan is dat dan de burgemeester kan beoordelen of die demonstratie niet leidt tot een verstoring van de openbare orde. Onder de regels van corona, of zo'n demonstratie ook corona-proof plaatsvindt. Nou, en dan is het normaal gesproken zo dat je met de organisatie in overleg gaat om te waarborgen dat dat allemaal volgens de regels van de kunst ook goed gaat. Dat betekent dan wel dat je dat op tijd moet melden bij de gemeente. Nou, dat is niet gebeurd, dus het was eigenlijk een onaangekondigde demonstratie. Ja. En omdat we dus geen tijd meer hadden om al die beoordelingen te laten plaatsvinden, heb ik besloten om die demonstratie te verbieden. Nee, dan kan je er niet garanderen dat het uit de hand zou lopen of niet. Ja, natuurlijk. Precies. Ja. Nou, dat is tegen de organisator verteld. Die heeft vervolgens ook zijn oproep om te demonstreren van internet afgehaald. Mm-hmm. Maar en daarmee zou de kous af zijn. En dat had ik ook gedacht en gehoopt. Waren het niet dat in de loop van de zondagavond de politie mij meldde dat er toch een aantal mensen zich aan het verzamelen was op het marktplein. Ah, u had dus toch een aanleiding om te denken dat het misschien wel uit de hand zou kunnen lopen? Nou, dat was op dat moment nog niet, of laat ik beter zeggen, niet aan de orde. Hè. Dus er is niks wat uit de hand gelopen is, maar de politie heeft mij wel gevraagd om een noodbevel, dat is wat anders dan een noodverordening, een noodbevel af te kondigen. Aan de hand waarvan zij mensen op het plein opdracht konden geven om het plein te verlaten. Of kunnen aanhouden. Maar dat is niet gebeurd. Er is uiteindelijk maar één iemand aangehouden. Dat was de organisator van het evenement. Die was in overtreding en alle andere mensen zijn weggestuurd en zijn ook allemaal keurig naar huis gegaan. Ja, geen geweld, geen vernielingen, geen plunderingen. Nee, keurig gegaan en daar zijn we ook heel blij om. Want dat wil niemand in onze stad. En we hebben ingegrepen daarop. Juist omdat we dus niet op voorhand die afweging konden maken of het allemaal veilig zou gaan. Ja. Hebt u verder ook nog meldingen binnengekregen via de politie dat er elders, de noodklok is, dat het overtreden is? Nee. De afgelopen zaterdagavond was de eerste avond waarop er in Nederland dus die avondklok is geweest. Ja. Zondagmorgen heb ik van de politie te horen gekregen dat in het werkgebied van de politie Almelo, en dat is dan de gemeente Almelo en de gemeente Twenterand, er in totaal zo'n 13 bekeuringen zijn uitgedeeld aan mensen die de avondklok overtraden. Die dus geen reden hadden of geen verklaring hadden om op straat te mogen zijn. Maar in ieder geval was het beeld was dus gewoon rustig. En ik heb zelf vanuit mijn woonhuis ook nog even mijn hoofd naar buiten gestoken. En er was een serene rust die over de stad hing op dat moment. Denkt u dat het, maakt u zich zorgen voor de verdere verloop? Nou, eerlijk gezegd niet. De informatiepositie van de politie is goed. Ik denk dat er niemand is die met een gezond verstand denkt van we gaan eens even lekker een potje rellen. Ik denk ook dat heel veel mensen snappen dat als je een demonstratie houdt, en dat is een hoog goed, hè? Demonstratie is belangrijk in de democratie. Ja. Maar als je dat wilt, dat je je ook houdt aan regels en dat je er ook voor zorgt dat de gemeente en de politie zich kunnen voorbereiden op het goed laten organiseren van zo'n demonstratie. En dat is de reden waarom je dat van tevoren moet melden. En als dat niet gebeurt, dan zet je de gemeente voor het blok. En dan heb ik geen andere keuze dan zo'n demonstratie te verbieden. Ja, wij moeten het allemaal samen doen, hè? Zoals de leuze altijd klinkt. Ja. Goed. Nou, burgemeester Gerritsen, hartelijk dank voor uw reactie. En graag gedaan. We hopen er het beste van. Dank u wel. Absoluut. Dank u. Graag gedaan.